We staan op de klimduin in Schorrel en ik heb mijn schepje bij me, want we gaan vandaag een enorm, gigantisch, super fucking grote knikkerbaan bouwen met Jelle. Jelle, kom er even bij. Hoi. Hallo Jelle. Hallo. Jij bent de Marble Master, koning van de knikkerbanen. Wat gaan we doen vandaag? We gaan een van de langste knikkerraces ooit houden. Dus op deze klimduin, als het goed doet, kan je een knikkerbaan van meer dan 200 meter lang maken. We beginnen helemaal bovenaan daar. Kom op Nick, lopen. Ik ben nu al kapot. Ben ik er niet voor gemaakt, jongens. Jelle, zeg maar wat ik moet doen. Ik ben vandaag geslaagd. Kan jij mij misschien even iets meer vertellen over hoe je bij deze hobby gekomen bent? Ja, om een lang verhaal kort te maken, ik heb een vorm van autisme en ik ben sinds mijn vierde er al mee begonnen. En dit is gewoon, dit vind je ontzettend leuk om te doen? Ja, het is inderdaad een leuke hobby. Waar ben je het meest trots op wat je ooit gemaakt hebt? Ja, ik denk toch die knikkerbaan met die 11.000 knikkers. Versterking bij hem melden en hij gaat je aan de werk zetten. Hoi strijders. Nog meer versterking. We zijn een zesdubbele supersplitsing aan het maken. Super epic. Ga je ook een keer helpen, Nick? Dikke zillen. Het is nu 16:30, we zijn om 11:00 begonnen. 5,5 uur hebben we in die ontzettend leuke duin gezeten. En nu wat gaan we nu doen? Nu gaan we een knikkerrace houden. Nou, hopen dat die gaat lukken. Komt ie hoor. Gaat ie. Voordat we naar huis gaan, heb ik nog één ding voor je. Die heeft Johnny Quid gemaakt. Ja. Een knikker met een J erop, van Jelle natuurlijk. Ja. En een echte dumpert knikker. Alsjeblieft. Dankjewel nogmaals. Deze gaan zeker meedoen in mijn toekomstige knikkerraces. En misschien winnen ze ook wel.